Beste mensen, ik ben heel erg benieuwd hoe het met jullie gaat. Het blijft een bizarre tijd, zeker in de zorg. Eigenlijk in alle zorgsectoren zien we dat het moeilijk is. Voor degenen die de zorg krijgen, voor naasten, voor medewerkers, maar ook voor bestuurders en anderen die bij de zorg betrokken zijn. Graag blijven we jullie steunen waar dat mogelijk is. De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om ondanks de nieuwe situatie toch onze dienstverlening voort te kunnen zetten. Maar ook in de belangenbehartiging zijn we actief. Zo hebben we iedere week met het ministerie van VWS contact om de signalen van cliëntenraden te bespreken over hoe het in de zorg gaat. En ik heb afgelopen week bijvoorbeeld ook met de inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit contact gehad, omdat die ook geïnteresseerd zijn wat deze tijd betekent voor de zorg, voor de mensen die de zorg krijgen, en hoe zij hun rol daarin kunnen vervullen. Heel erg duidelijk was de afgelopen week de bezoekregeling in verpleeghuizen, en eigenlijk de weken daarvoor ook al, omdat er steeds meer schrijnende verhalen binnenkomen wat dat voor mensen betekent. Enerzijds mensen die zich heel erg zorgen maken omdat ze niet op bezoek kunnen komen, maar er zijn er ook die vragen van: houd alsjeblieft de deuren nog gesloten, want ik ben zo bang dat de corona uitbreekt. In dat evenwicht moeten we zoeken naar een oplossing. En daar hebben we ook hard aan gewerkt. Deze week neemt het kabinet een besluit en zal ook duidelijk zijn hoe het daarmee verder gaat. Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven. Heel veel sterkte in de komende tijd en doe alsjeblieft een beroep op LOC als we wat voor jullie kunnen betekenen. Dankjewel.